Toen ik voor het eerst van het Noorderlicht hoorde en het opzocht op internet, was ik gelijk verliefd. Toen ik die plaatjes zag, kon ik gewoon niet geloven dat dit bestaat, dat dit iets uit de natuur was. Dus vanaf het moment dat ik dat zag, was het eigenlijk mijn droom om het Noorderlicht te zien. Maar vaak heb ik bij zulke dromen of toffe dingen die ik dan zie op het internet, dat het blijft liggen. Weet je wel, dan word ik super enthousiast over iets en dan denk ik, ik ga dat doen, maar dan komt het er nooit van. En dan gaat er tijd overheen en dan vergeet je het en dan gebeurt het nooit. Ik heb zojuist gewoon geboekt, mensen. Ik heb gewoon geboekt. Ik heb een ticket naar Noorwegen, Tromsø, geboekt. Het enige probleem van het Noorderlicht is dus dat het niet altijd te zien is. Wanneer het bewolkt is, zie je niks. Ik kwam er al snel achter dat de stad waarin ik was te bewolkt was om het Noorderlicht te kunnen zien. Na wat research op internet vond ik wat lokale experts en op de website stond dat als het moest, ze zelfs naar Finland zouden rijden. Ik meldde me aan voor de volgende avond en stiekem hoopte ik ook dat we naar Finland moesten rijden zodat ik meer kon zien van de omgeving. En de volgende ochtend besloot ik ook voor de zekerheid een auto te huren zodat ik eventueel ook nog zelf op pad kon. Voordat ik daarheen ging, moest ik nog even langs een informatiepunt. Toen ik daar weer wegging, stond er een dude die de deur blokkeerde en hij had een cameratas bij zich. En een statief, ik vroeg of ik er langs mocht. En hij opende heel vriendelijk de deur. Dus ik vraag aan die gast, yo, ben je hier alleen? Hij zegt ja. Dus ik zeg, ik ook. En ik ga nu een auto huren en ik ga hier rondrijden in de omgeving. En ik zag je camera, dus ik dacht, misschien heb je wel zin om mee te chillen. Dus hij kijkt me zo aan. En vervolgens zegt hij weer, oké. Ik heb dus een afspraak gemaakt met de verhuurder. Dit is waar ik moet zijn, dus ik weet niet. Ik wil geen vooroordelen hebben, maar dit ziet er niet heel vertrouwelijk uit. Vervolgens krijg ik onderweg een telefoontje dat ik te laat ben om die auto op te halen. Dat als ik hem nog wil, dat ik om 4 uur 's middags weer langs kan komen. Dus hij zegt, oké, zullen we anders een kopje koffie gaan drinken? En toen besefte ik me van, oh ja, misschien is het wel handig als ik eerst een kopje koffie drink met iemand voordat ik fucking de bergen in rij met een wild vreemde. Uiteindelijk bleek dat hij daar ook was met dezelfde missie als ik. Dus ik had vanaf dat moment een buddy. Hij vroeg of hij mee kon met de Noorderlichttour die ik zou doen. Dus we hadden gecheckt of dat kon. Dat kon. En die avond om 6:30 vertrokken we. En ja, omdat het zo bewolkt was in de omgeving, moesten we naar Finland. De reis duurt op 2 uur. We zijn nu in Finland, dicht bij de grens van Zweden. En hier is zeg maar een heldere lucht, dus hier kunnen we mooie foto's maken en het Noorderlicht goed zien. Oh, dit wordt echt ontzettend vet. Na ongeveer 1,5 uur wachten kwam het Noorderlicht tevoorschijn en het was het meest magische dat ik ooit in mijn leven had gezien. Dus natuurlijk pakte ik direct mijn camera en ik begon foto's te maken als een malle. Maar rond 2 uur 's nachts gingen we naar huis en we kwamen aan in het hotel om 5 uur. En voordat ik naar bed ging, pakte ik mijn camera en ik dacht, nice, ik heb ontzettend toffe foto's. En toen besefte ik me dat ik door mijn enthousiasme gewoon alleen maar foto's heb gemaakt en geen filmbeelden. Daar baalde ik natuurlijk enorm van. Maar ik dacht, ik heb nog 2 dagen en ik heb de huurauto. Dus ik besloot om zelf op pad te gaan. Ik zei tegen Sam dat als hij zin had om mee te gaan, dat dat kon. Maar dat ik niet weg zou gaan voordat ik het Noorderlicht op beeld had. Al zou het tot 6 uur in de ochtend duren. Hij zei, fuck it, ik sta open voor avontuur. Ik ga mee. En die avond om 6:30 pakten we de auto en vertrokken we weer richting Finland. Na ongeveer 1 uur rijden, reden we de bergen op. En toen begon de ellende. Voor ik het wist, kwamen we terecht in een zieke sneeuwstorm. Het waaide en sneeuwde echt niet normaal hard. Maar ik was al halverwege, dus ik dacht, of het is 1,5 uur weer terug, of het is nog 1,5 uur de andere kant op en dan heb ik kans op het Noorderlicht. Dus ik besloot door te rijden. En het was echt een helse rit. Rijden in een sneeuwstorm. Het wegdek was gewoon bedekt met een laag ijs met erbovenop sneeuw. En het stond en het sneeuwde zo. Het was echt... Oh, ik denk dat het echt het engste is dat ik ooit heb meegemaakt. Ik moest en zou het Noorderlicht zien. Dus we gingen door.
En op een gegeven moment zagen we ongeveer 50% heldere lucht. We stopten heel even, we keken en we dachten, laten we nog een klein stukje verder rijden. Misschien hebben we dan nog net iets beter zicht. Maar na ongeveer 15 minuten rijden, begon die zieke sneeuwstorm weer. Dus we dachten, oké, laten we gewoon teruggaan naar de plek waar we waren en daar wachten. Toen we de auto wilden keren, maakten we een net iets te grote bocht, waardoor de voorkant van de auto in de sneeuw zakte. Ja jongens, onze auto zit vast. En dan stonden we dan in the middle of nowhere en het waaide nog steeds enorm hard. Dus toen ik iets uit de auto wilde pakken, trok ik de deuren open, maar tegelijkertijd kwam er een hele sterke wind, waardoor de deur in één keer openklapte met de punt tegen mijn gezicht aan. Echt fucking pijn. Ah, klote zo. I'm gonna try to stop them. Hello. We got stuck in the snow. Could you maybe help? Thanks. Okay, be careful. En vervolgens dachten we, laten we maar gewoon terugrijden. Als we onderweg nog wat zien, dan stoppen we wel. Maar helaas, we zagen niks meer en kwamen rond 5 uur. S'nachts weer terug in het hotel. Oh man, ik ben echt heel moe. Ik vind het lastig, want ik wil hier eigenlijk helemaal niet over klagen, want weet je, ik ben uiteindelijk gewoon in fucking Noorwegen. Weet je, misschien is dit juist wel cool. Als alles perfect gaat, dan heb je ook geen tof verhaal om te vertellen. En misschien zorgt dit er juist wel voor dat ik over een tijdje een heel mooi rond verhaal heb. Maar hopelijk verdwijnt dit wel. Morgen is dus de laatste dag. Dus dat zou mijn laatste kans zijn om het Noorderlicht te zien. Ik dronk een kop koffie met Sam, maar de grote vraag was, wat nu? De huurauto moest die dag alweer terug. De enige optie zou weer zo'n tour zijn. Maar zo'n tour was best wel duur. Dus ik dacht, laten we zoeken naar een goedkopere tour. Vervolgens vonden we die, ik belde ze op. Maar die is dus gecanceld voor vandaag vanwege de weersomstandigheden, omdat het niet veilig was om te rijden en wij hebben gisteren gewoon gereden. Als zij al hun tour annuleren, dan is er een hele kleine kans dat het Noorderlicht vanavond nog te zien is. Ik besloot de tour te bellen waarmee we de eerste keer gingen. Maar ook zij gaven geen garantie dat het Noorderlicht die avond te zien zou zijn. Ik vertelde hem dat we mee wilden, maar dat we wel een klein beetje korting nodig hadden. En nadat hij mij had uitgelachen, zei hij, voor deze keer, jullie krijgen beide korting. It's going to be awesome. En die avond, om 6:30, vertrokken we weer richting Finland. Deze is voor jullie. Het is wel even een beetje een klote dag vandaag. Ik weet zeker dat je door de lift gaat zien. We failed. Yesterday we failed. We blijven gewoon doorzoeken totdat we die toffe beelden hebben. De enige die achter jouw dromen aangaat, die ze waar kan maken, ben jij zelf. And what do you think of the experience? Maybe you should try again.